vol gas door zo'n bak. Even lekker alles los. Het is een leuk spelletje. Het leukste spelletje met je broek aan. Ja, het was wel even weer wennen, even kijken hoe alles er moet. Maar we glimden gewoon weer lekker. Net als die jodelstroom. Hallo, ik ben gewoon Toon Grimberg. Ik ben niet de jongste, ik ben 70 jaar jong. Toen ik 62 was. Ja. En waarom ben je ermee begonnen? Ja, ik reed altijd met mijn neef mee weer, kijk, altijd kijk. Ik denk, ik kan het zelf ook een keer proberen. En zo is het gekomen. Accupomp vastzetten. Doe dan altijd de stroom eraf. Maar je weet het nooit, hè. Ja, kan dat hem leeg trekt, hè. Gewoon ook leuk om door zo'n bak blubber te rijden. Ja, spanning, ja. Gewoon hobby. Tuurlijk, als je erdoor komt wel. Ja. Dat geeft wel een kick. Eerst heel voorbereiding, ja. Valt nog wel mee? Valt mee, ja. Het wielnek er vanmorgen lager zijn, dus... Eens kijken of hij doet. Oh, ik moet eerst de sleutel ophalen. Hij ligt nog in de bus. Je weet nooit met die jongeren, hè? Ben je nou nog zenuwachtig van tevoren? Nee, niet echt. Niet echt. Nee. Ik ben blij dat ik elkaar rijd. Nou, dan denk ik bij dit, van dit is een gigantische mannensport. En dan zag ik jou net voorbij rijden. Ja, dat klopt. Hoe lang doe je dit al? Dit is nu mijn tweede jaar. Waarom doe je hier aan mee? Ja, dat lijkt me wel mooi. Het is toch iets stoers en dat, ja, daar hou ik wel van. Via mijn vriend. Inmiddels mijn man. Wie van jullie twee is beter? Ja, is goed eens, hé. En waarom? Ah, ze heeft een betere auto dan mij. Lig aan de auto, lig niet in de bestuurder. Die heb ik als eerste geboden, die was hij in race. En de beste moet je altijd weggeven. Deze is helemaal zelf gebouwd. Het is een 4x4, hij valt onder de Grand 4x4 met een 8-cilinder. We hebben een Ford achteras gebruikt, Chevrolet vooras, een Chevrolet motor, een speciale tussenbak, speciale banden en we rijden op alcohol. Pardon? We rijden op alcohol, methanol. Jij of de auto? Soms allebei. Alleen overdag niet, maar de auto overdag, ik 's avonds. Ik ben John Kloppenberg, ik kom uit Oud-Leuzen. Ik doe mee in de Grand 4x4. Mijn oom, Toon Grimberg, oudste deelnemer hier, doet mee in de standaardklasse. En, we hopen op een hele mooie dag vandaag. Het geeft gewoon even een kick. Vol gas door zo'n bak, even lekker alles los. Het is, ja, een leuk spelletje. Het leukste spelletje met je broek aan. Sinds wanneer doe je dit? Ik denk bijna 20 jaar. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar ja, ik denk in 20 jaar zo'n beetje. Mijn eerste manche ging goed. Ik was even afwachten, want ik heb de hele nacht gesleuteld. Vijf was stuk. Maar ja, ik ben tevreden. Als die heel blijft, hoop ik op een podiumplek. Maar dan moet de boel heel blijven. Dan moet binnen de baan blijven. De bak wordt steeds zwaarder, er komt steeds meer modder in, meer water. Ja, dan moet je toch maar zien dat je er bovenop blijft en niet wegzakt. Wat is jouw taak hier? Ik ga over de baan. Op het moment heb ik verschillende taken. Ik moet opmeten voor verse kom. Een beetje inschatten van of de baan nog een beetje echt zwaar gemaakt moet worden of dat er gewoon lichtelijk wat bij moet komen. Er is een beetje alles van mijn renners kwartier in de baan te maken, even mijn pakje Jan eigenlijk.
Het is wel een klote plek, want je wordt hartstikke vies. Ja, misschien nummer 53. Of ik nou werksmerig word of hier, dat maakt me niet uit. Bedoeling door de heer heen en dan terug door de blubberbak. Dat is de bedoeling. Ja, niet zo moeilijk. Leefsteek overwegen, denk ik. Nou, tweede keer beter. Misschien. Maak je dan nog kans op de finale? Nee. Nee, niet meer. Dan moest de rest ook allemaal vastvreemd in. Dus nee, gaat niet gebeuren. Vooruit schoonmaken. Ik zie al bijna niks, daarom maak ik hem ook schoon. Oh, hier een beetje erop gooien. Beetje me nat maken. Brabant heeft wel eens gereden. De laatste keer Alteveer. Eerst deel een stuk of 7 per jaar. Maar word je hier nou rijk van of kan je wat winnen? Voor een hobby. Om te winnen, ja, het is mooi natuurlijk, maar een beetje geluk hebben. Hè.